Volgens mij kunnen ze ons niet nog zien, dus laten we even een strakke kop houden. Maar dit was toch wel het gênantste half uur van mijn leven, dit. Welkom, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Gierigasten. Ik ben Martijn. Yes, en ik ben Joost. En Martijn, ken jij die bedrijfjes die dan 150 euro vragen om een half uurtje of een uurtje in zo'n supercar te rijden? Ja, die dus ken kan je wel, een uurtje met een Lamborghini voor 150 piek? Nou, dat kan denk ik dus ook gratis. Want wat nou als je gewoon doet alsof je een hele rijke gozer bent, ja, die zo'n auto wil kopen? Dan moet je toch ook gewoon een proefritje maken? Dus wij gaan onszelf bluffend in een supercar krijgen. Dus stel voor, we gaan lekker als onszelf, maar we zijn veel rijker. Dus we zijn nog steeds YouTubers en we worden vloggers. We zijn rappende vloggers. Rappende? Ja, tuurlijk. Rappende. Rijk rappende vloggers. Rijk rappende vloggers. Toen we zeiden, laten we ons aankleden alsof we heel veel geld hadden, toen dacht jij, ik doe dit aan. Ja, die kettingen die doen het wel. Dankjewel. En de jas van je vriendin werkt ook wel echt. Dankjewel. Jezelf al gefilmd. Kom eens. Wat? Dit is Louis, gast. Dit is Louis. Wat zit hierin? Cash money. En je make-up? Nee, dit is cash money, Piet. Dit is Louis. Oké, het verhaal is best duidelijk. We zijn gewoon onszelf. Alleen, ja. Wij zijn gewoon Joost en Martijn van de Gierigasten. Want je moet vroeg of laat moet je een rijbewijs inleveren. Ja, en dan kom je met je echte naam. Dus dan weten ze wel wie je bent. Ik vind trouwens ook dat elke vlogger heeft een soort van een kreet, een trademark, toch? En Enzo Knol heeft knolpower! Wat zou ik doen dan? Wat voelt goed? Papi de papies! Super Joost! Dat wordt hem. Oké, Joost, ik denk dat we in onze rol moeten kruipen. Ja, we zijn nu bij Lauwman aangekomen. Dus ik denk dat jouw vlog nu gaat beginnen. Dat denk ik ook. Oké, dan beginnen de vlog hier ergens. Zal ik beginnen? Ja. Ja, is goed. Yo, papi de papies, welkom bij een nieuwe vlog. Het is je boy Joost. Yo, het is je boy Martijn. Ja, ik ben eigenlijk nu mee met Joost. Ja. Want jij gaat een nieuwe auto kopen, hè? Ja, het is wel weer tijd voor een nieuw wagentje. We vallen wel op. Goedemiddag. Hoi. Kan ik iets betekenen? Ja, heel graag. Ik ben eigenlijk op zoek naar een nieuwe wagen. Dus ik dacht, ik kom vandaag gezellig kijken. Ik vlog het trouwens ook. Ik heb een YouTube-kanaal. Dus, op dit moment? Ja, het is niet live, maar het wordt nog geknipt en geredet. Ja, ik doe hem even weg. Ja, nee, sorry. Ja, ik doe hem even weg. Ik zal eens even uitleggen wat we doen. We hebben een YouTube-bereik opgebouwd inmiddels. Maar het is bijna een trend om nu in een mooie auto te rijden. Joey Bravo dus, doet we zitten eigenlijk naar een soort van een Lamborghini-achtige. Ja, dat vinden we toch wel een hele mooie bak. Nee, doe ik deze vlogcamera uit. Lieve kijkers, hier is je boy papi de papi Joost. Ik kan helaas niet verder filmen, maar als ik zo meteen een vette auto heb gevonden, dan ga je het zeker terugzien. Dat was echt heel zielig. Oké, laten we serieus nu even een auto uitkiezen die we willen. Ja, We willen een video maken over de auto die we kopen, zoals je het verwacht. Zoals bijna elke YouTuber dat doet. Van mij mogen jullie een clip even zien. Ja? Dan ga ik weer beginnen met vloggen. Yo papies, ik ben hier in Lauwman. Dan gaan we het gewoon doen, man. Dan gaan we er een halen. Ik schaam me dat ik naast je sta. Is het mogelijk om een proefritje te... Proefrit is bij ons echt het laatste stadium van het spel. Ja. Ja, ik dacht misschien wel handig als je nu even de vlog afsluit. Dit is de eerste dag dat we dus hebben gekeken naar de auto. Binnenkort komen we terug met Niels. Ja, Niels moet het natuurlijk even zien. Ja. Volgens mij zijn wij redelijk overtuigd. Ja man. En dan zijn we jullie morgen weer met een nieuwe vlog. En wat zeg je dan aan het eind van de vlog? Wat was het ook weer? Later Bappie de Bappies. Oh ja. Dan zie ik jullie volgende week weer een nieuwe vlog. Later, papa die papies. En laat ook even weten wat jullie van mijn Louis tasje vinden. Later vertellen we in de andere socials hoeveel mijn outfit waard is op het moment. Check je later, papa die papies. Ja. Het is net zo pijnlijk als dat eruit ziet. Ja, dat klopt. Hey, super bedankt. We hebben een contact. Volgens mij kunnen ze ons niet nog zien, dus laten we even een strakke kop houden. Maar dit was toch wel het gênantste half uur van mijn leven, dit. Oh mijn god, dit was zo pijnlijk. Dit was zo pijnlijk. We konden een slechte persoon treffen. Maar het was ook van
kut, ja, jij herkent mij. Dus het is helemaal raar dat ik er zo bij loop. Dus van, what the fuck is er met jullie gebeurd? Sinds wanneer heb jij 8 kettingen en een Louis Vuitton tas van je vriendin? Sinds wanneer heeft Joost 8 gouden kettingen op? Wat is dit? Hoe pijnlijk en grappig het ook was. Ja, we hebben geen ritje. Niets. Maar ik zat te denken, je verkoopt deze toch ook tweedehands? Ja, er zijn toch ook mensen die gewoon deze auto hebben en er vanaf moeten? Ja, dan kan je toch veel makkelijker een proefritje maken? Beter gewoon op Marktplaats gaan kijken naar tweedehands bakkies. Ja. Ik vind dat we deze outfit kunnen ook achterwege laten. En ze lopen gewoon gelijk stop met het is niet helemaal nodig. Oké, Joost. Marty. We zijn een dag verder inmiddels. We zien er relatief normaal uit. Nou, het relax is, we zijn geen vloggers meer. We zijn geen vloggers, maar toch heb je een vlogcamera vast. Ja. Die laat je in de auto, denk ik. Die laat ik zeker achterwege. Jij hebt een geheime camera uit, dus ik probeer sneaky bij te filmen met een telefoon. Ja, dat is wat ik nu eigenlijk heel sneaky aan doe met een hand. Ja, heel sneaky. Ja, het wordt gewoon weer houtje touwtje. Ja. Maar iets minder lullen, meer rijden. Wat dacht je daarvan? Ja, en daarom hebben we iets lager ingezet. Ja. Dus geen Lauwmans meer, de top van de top. Maar we gaan wel voor een Audi R8. R8. Ja. Goeiedag. Mooi. Ja, hele hoop moois. Zeker die Audi. Ja. Ik ben geïnteresseerd. Nou, super. Is het mogelijk om een proefritje te rijden? Ja, natuurlijk. Nou ben ik even heel druk bezig. Mijn collega achterin is even bezig. Is het mogelijk dat iemand morgen terugkomen? Ja. Ja, toch? Dat is wel ja, dat is wel handig. Ja. Dag 3! Ja! Jezus, we moeten door een ritje naar normaal. Maar het mag wel eventjes gaan lukken vandaag. Ja. Als het goed is, heeft hij hem al buiten gezet. We willen gewoon dat testritje, we zijn super geïnteresseerd. Ga zo min mogelijk over ons werk lullen of iets. Ik heb mijn naam gisteren gegeven. Ja, ik kan wel zeggen. Dus hij heeft gegoogeld, waarschijnlijk. Ja, ik heb een YouTube kanaal. Ja, toch? Gehad. En dat gaat lekker. En dat gaat super goed. Zullen we misschien de camera's wegnemen? Ja. Dan moeten we hier zijn. Staan we hier beneden. Ik zou het heel blij zijn. Ja, kut, dat dacht ik al. Ja, natuurlijk staat hij hier nog. Dus het gaat weer heel lang duren. En ik zie dezelfde kei niet. Dus we moeten weer hetzelfde verhaal zo behangen, maar dan tegen iets anders. Dus we zijn eigenlijk op hetzelfde punt als gisteren. Ja. Nou, laten we maar weer zien dan. Goedemorgen. Ik was hier gisteren ook, toen heb ik met uw collega gesproken, voor die Audi die boven staat. Ja. Dus hij zou hem beneden zetten, maar hij staat nog niet beneden. Nee. Dus wij hebben interesse, we zouden graag een proefritje willen maken. Oké. Nou, gaan we dat even regelen, toch? Ja, toch? Ja. Top, man. Ja, zeker. Moet je hier verwachten? Ja, ik wou zeggen, dan moeten we wel even wat gaan organiseren, zeg maar. Dus als je zegt, wil je een bakje koffie of zo? Nee, ik heb net koffie gehad hoor, maar ik kan wel even rustig wachten. Ja? Top, dankjewel. Much later. Ja. Volgens mij staat hij klaar, maat. Was je er wel in? Ik betwijfel of je erin past. Dat is wel groot. Het dak open. Laat hem even proberen. Ja. Ja, Joost. Oh, laat maar wat worden, jongen. Nou, dan gaan we hem even testen. Oh, joh. Ja, hier was ik al bang voor. Ja, ik was die net geen staan, zag ik hoe groot je was. Kan hier nog iets naar achteren? Ik kan, volgens mij zit ik. Helemaal naar achteren. Ja? Je zit wel krap. Ik zit vrij krap. Maar goed. Je benen zijn niet heel veel meer. Weet je? Ik zit wel met een knappe dame in een heerlijke bak. Ik ga even een proefritje maken. Ja, is goed. Ik zie zo, maar. Zo! Ja, hij heeft power. Ja, hij later. Ja, dit is wel lekker hoor. Ik ben hier echt veel schoot voor. Ja. Ik ben hier echt veel schoot voor. Het is niet normaal. Mijn haren zitten tegen de dak. Ja. Dus ik ben hier gewoon veel schoot voor. Doe het zo met rechtdoor. Rechtdoor? Ja. Nou, ik kan je vertellen, dit is wel een heel dik bakkie. Zou je het ook even Dit is Martijn. Oprecht, vriend. Trek zo meteen het gas even één keer open, want hij heeft ontzettend veel power. Ja, lekker hè. Hij is precies zo. Doei. 2000 years later. Uw eerste reactie, meneer. Hij rijdt verdomd lekker. Ja. Ik neem er 2. Ik kan me wel voorstellen dat jij hier niet... Nee, dit is voor mij gewoon wel iets te klein. Ja, hè? Ja. Parkeer hem even en dan hebben we het er even over.
Ja, ben je enthousiast? Ik ben heel enthousiast. Ja, dat snap ik. Alleen ik denk dat het voor jou misschien een beetje... Ik kan hier niet heel lang in rijden. Nee. Dat is gewoon heel eerlijk. Maar is misschien een optie dat er... 100 kilometer is al vrij ver met zo'n ding, denk ik. Maar je hebt die Audi R8's eventueel ook in grotere, ruimere uitvoeringen, zei je toch? Ja, maar dan is het geen Spider. Ik wel, want nee, dat is geen Spider. Dat is een normale R8. Want die vriend van mij die rijdt ook een R8 en die is 1,90. Oké. Okay. Dus ik geloof dat dat een normale R8 is. Alleen... Die hebben jullie niet. Het kan wel naar gezocht worden. Maar we kunnen even checken of je erin past. En dan, want voordat jullie gaan zoeken, is het wel handig of we ook daadwerkelijk gaan nemen. Ja. Is dat denk ik voor jullie ook wat fijner, hè? The way to go? Ja. Yeah. Top. Top. Jojo. Joost. Marty. Mission? Ja, mission accomplished, ouwe. Sowieso, grap. Het is gelukt. Jij hebt een ritje gemaakt, ik heb een ritje gemaakt. Voor de rest, abonneer, like, de hele mikmak. Kijk ook even al onze video's terug, want er is zoveel leuk content. Het is niet normaal. Ga het allemaal even checken. En dan zien we jullie volgende week weer, jongens. Later.